Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone perspectieven en nieuwe antwoorden op vragen die mij bezighouden. En vandaag ben ik in Amsterdam, in het hartje van Amsterdam, bij de Ellen Turing School, op bezoek bij Wietske de Man. Hoi Wietske. Hey Chip. Leuk om hier op bezoek te zijn bij jou. Voor degene die, dat weten eigenlijk de luisteraars niet. We hebben eerder al in Zeist een gesprek gehad waar de techniek ons in de steek liet. En toen heb ik gezegd, nou, dan ga ik een mobiele opnamestudio inrichten en dan kom ik naar jou toe. En dat is eigenlijk ook wel heel erg belangrijk om te doen, omdat jij houdt je bezig met maakonderwijs. Maakonderwijs op de basisschool, maakonderwijs in de zin van het kunnen werken en leren met je handen. En daar help je leerkrachten en docenten bij op basisscholen. En dat doe je hier onder andere op de Ellen Turing School. Ja. Klopt, hè? Ja. Ja. En je bent nu mobiel en we wilden eigenlijk in ons lokaal, in ons maaklokaal... Ja. Gaan zitten, maar er wordt nu als een malle gewerkt, wat ook heel erg goed is. Ja. Maar we zitten nu in het kantoor van Martin en Eva. Zij zijn het hoofd van de Ellen Turing School. Kijk, dus op de achtergrond zie je wat boeken staan, de grote boekenkast. Onder andere het boek van Eva, wat als we nou gewoon weer les gaan geven. Maar niet alleen gewoon klassiek lesgeven. Deze school houdt zich echt best wel expliciet bezig met het creëren en handvaardigheid. Maar dan wel 2.0 zou je kunnen zeggen. En jij bent daar, je hebt daar echt je vak van gemaakt, hè? Ja. Eigenlijk als start op deze school. Ja, met een omweg. Mijn achtergrond is hardcore kunstonderwijs. En ik heb voorheen studenten opgeleid om docent beeldende kunst en vormgeving te worden. En ik was lang projectleider op een kunsthogeschool. In de zoektocht naar een basisschool voor mijn zoontje... kwam ik bij deze school en toen was ik erg onder de indruk van Martin en Eva en hun bevlogenheid. En zij hadden als pijlers, ze zijn nog maar net gestart, hè? Ja. Ik denk 2 jaar. En ze hadden als pijlers onder andere wereldburgerschap en maakonderwijs. En voor maakonderwijs wilden ze ook expertise van buitenaf invliegen, omdat ze dachten, hey, hoe gaan we het doen? En toen zaten Eva en ik tegenover elkaar en toen zei Eva, hey, kan jij dat niet doen? En dus jij bent hier nu aan de slag gegaan met dat maakonderwijs. Kan je, wat is maakonderwijs? Om maar even met de deur in huis te vallen. Kunnen we het begrip wat verder verkennen? Dat is een enorm goede vraag, want volgens mij is het op heel veel plekken wel weer iets anders. Maar oorspronkelijk is maakonderwijs komt van de maker movement. En dat is een beweging eigenlijk. Een hele enthousiaste, positieve beweging waar mensen... denken, ja, wij willen zelf weer kunnen maken en we willen niet sec consumeren. En wij willen zelf apparatuur kunnen maken en zeker ook het zelf kunnen repareren of verbeteren, hacken. En dat is eigenlijk de kern van het maken. Dus niet meer consument zijn, maar juist maker. En dat hebben we meegepakt in de filosofie voor hoe wij maakonderwijs hier opzetten. Zeker ook omdat we dus midden in Amsterdam zitten en als je... Weet je dagelijks leefomgeving, dat zijn geen garages waar je lekker kan klussen en weilanden. Maar je zit gewoon midden in de stad waar om je heen erg veel geconsumeerd wordt. En kinderen als maker opleiden, dat maakt ze krachtig en zelfredzaam. Het geeft je ook een machtig gevoel als je gewoon de dingen om je heen zelf kan repareren. In plaats van dat je altijd naar een dienst toe moet gaan. Dus je hoeft niet meer te kopen, maar je kan het zelf repareren, zelf creëren. Dus het is niet echt, het is anders dan het klassieke handvaardigheid, waar je natuurlijk ook wel dingen maakt. Ja, en ik zal nog een stapje maken, want wij hebben dit dus als filosofie echt erin gestoken, want hier stonden we helemaal achter. Maar we hebben daar wel een deeltje kunst bij gefietst. Dat is natuurlijk ook mijn achtergrond. En we hebben het ook heel breed ingestoken, want we zetten het maakonderwijs midden in het curriculum. En Ellen Turing School werkt met thema's. En dat zijn hele brede thema's. Bijvoorbeeld, die zie je hier wel overal om je heen. Denk aan Willem Blauw of 2 keer oorlog, spier en spanning. Het zijn allemaal onderwerpen waar je heel veel aan kan hangen. En waar de docenten allereerst heel diep op ingaan. Echt heel mooi en alle kanten op gaan met die kennis, met die kinderen in de start. En aan het einde van elk thema maken de kinderen een maakopdracht. Dus dan gaan we eigenlijk aan de gang met de kennis die ze al opgedaan hebben. En we hangen daar een opdracht in. Waar we bijvoorbeeld met techniek, maar kan ook kunst, maar kan ook allemaal aan de gang gaan. En
ronden we de opdracht af. Dus het is, ja, naar mijn mening, gewoon heel goed en breed kunstonderwijs en ook vakoverstijgend. Ja, want en er staat, het is dus niet een vak wat je dan of een uurtje op vrijdagmiddag of op woensdag, maar het is in het hart van het curriculum verbonden aan die thema's en aan eigenlijk alle disciplines waar je kinderen in wat wil in bijbrengen. Ja. En dat is een soort finale moment waarin je laat zien wat je hebt gemaakt. Ja, alleen is het absoluut niet te vergelijken met een toets. Of tenminste, je zou ook op zo'n manier natuur kunnen toetsen. Maar ik vind het heel belangrijk dat de kinderen in het maken dan ook echt, want dat is de kern ook van kunstonderwijs, hun eigen weg kunnen gaan. Dus ze hebben de kennis, ze leren de technieken, maar ze gaan wel naar hun eigen idee aan de gang met die inhoud. En okay, zij geven er een draai aan. Het is een eigen route. Ja, dus dat betekent, als docent moet je eigenlijk heel flexibel in je klas staan en ook heel creatief zijn. Dat betekent dat je, ja, als jij van tevoren als docent bijvoorbeeld zou denken, nou, we hebben het thema monniken en ridders behandeld en ik wil dat ze begrijpen welke routes de monniken aflegden, oh ja, bijvoorbeeld. Maar iemand doet iets heel anders en zegt van die van mij gaat over zee, dan gaat hij gewoon lekker over zee. Dus ja, je moet daar niet te veel jezelf op vastpinnen. Dus de route van en ook wel de nieuwsgierigheid en de creativiteit van de leerling staat centraal. Zeker. En hoe hij of zij zich wil begeven in die plek, dat ondersteun je als leerkracht eigenlijk. Ja, voor de leerlingen is het denk ik wel, wat ik zelf heel aantrekkelijk vind, is dat het kunstonderwijs hiermee een veel belangrijker plek inneemt. Dus je geeft, en de leerkrachten vinden het belangrijk, dus je geeft leerlingen echt een ander idee mee van wat is kunst maken en de diversiteit, zeg maar, de vele manieren waarop je dat kan inzetten en dat het echt bij heel veel hoort, wat je ook gaat maken of wat je ook gaat onderzoeken straks in het echte leven. Kunst en creativiteit is een essentieel onderdeel, dus dat geef je ze mee, de filosofie van wat is dat eigenlijk, die maak je belangrijker. En ik wilde nog iets zeggen, maar dat weet ik nu niet meer. Nou ja, laten we daar maar eens mee beginnen. Dat idee van creativiteit en kunst weer belangrijk maken op school. Waarom je zou ook kunnen denken in deze tijd, jongens en meisjes, laten we ons richten op rekenen en op taal en goede instructie en al die poespas, hè, zoals sommigen ook wel vinden, niet vooral niet te veel. Maar jij zegt nee, dat is eigenlijk een hele belangrijke activiteit. Nou, kunst, taal en rekenen, daar zijn ze hier ook heel stevig mee bezig. Ja. En ze zijn ook voorloper op de manier waarop je dat goed kan doen. Ja. Dus daar zijn Eva en Martin ook in het hele land over aan het vertellen. Maar ik denk dat staartje en het kunstonderwijs zoals we dat nu hebben ingezet van enorm belang zijn, omdat je daarmee ook taal en rekenen in een veel breder perspectief trekt. Dus kinderen krijgen veel meer een idee van, oh, wat we hier doen, dat zijn dingen die gebeuren ook in de wereld. En ik kan er mijn eigen draai aan geven. En dat is wat je kinderen echt wil meegeven. Je kan invloed uitoefenen. Ja. Je kan je eigen perspectief. En je zou kunnen zeggen, dat monnikenthema bijvoorbeeld, dan leer je ook misschien wel dat vroeger andere woorden werden gebruikt, dat de taal anders was. Als je het hebt over leren schrijven, kan je daar ook weer verbindingen mee leggen. Zeker. Natuurlijk. Maar dat doen de leerkrachten heel stevig. Dus je merkt sowieso, kijk, als je een, dat wilde ik eerder zeggen, als je een beeldende opdracht geeft, dan is het voor leerlingen veel interessanter als je niet start met de vorm. Dus we gaan iets maken en je gaat aan de gang. Maar je start met kennis. Dus ze hebben eigenlijk eerst een heel kennistraject afgelegd. Dan kunnen ze daar nog dieper onderzoek naar doen. Dus stel je voor, ze vonden monniken veel interessanter dan ridders. Dan gaan ze nog kijken, wat deden die vroeger in die klooster? Of ze kunnen het zelf door op waar ze geïnteresseerd in zijn geraakt. Ja. En ze kunnen er iets mee maken. Ja, en ik, ja, zelf vind ik, maar dat is denk ik ook mijn eigen ervaring. Ik heb vroeger nooit begrepen waarom ik vakken leerde. Ik begreep dat gewoon helemaal niet. Nee. Nee. Ja, maar jij, zoals aardrijkskunde bijvoorbeeld, of dat vond jij? Ja, ik. Wat had je dat voor gevoel? Iets in mijn hersens waar ik dacht van, ja, wat moet ik daar dan straks mee? Ik begreep gewoon niet zo goed. Ja, ik ben zelfs een docentenopleiding gaan doen, omdat ik dus dacht van, oh ja, als je werkt, dan kan je bijvoorbeeld docent worden, omdat dat is wat ik zag. Ja. Dus ik zag gewoon niet heel veel andere dingen. Nee. En ik denk door het zo breed te trekken
En juist te laten zien dat al die vakken met elkaar te maken hebben. Dus onderzoek, kunst. Nou, en dan linken we het aan aardrijkskunde inderdaad. Bijvoorbeeld of geschiedenis of natuurkunde of biologie. En dan zie je, hey, het is een heel pakket. En daarmee kan ik gewoon dingen in de wereld zitten. Ja. Zetten. Dus dan voel je je wat, ja, ook mede daardoor ook krachtiger. Het is bijna een soort emancipatieperspectief. Voor leerlingen. Je leert met je handen en met kennis dingen toepassen. Anders kijken naar een vak. Verbindingen leggen. Ja, ik denk een van de kernwaarden van het hele vak is dat we kinderen serieus nemen als volwassenen. En de manier, en daar zijn we nu hard mee bezig. Want ja, dat is nog wel even goed om te zeggen. We leiden dus leerkrachten op als maakleerkracht. Maar dat is eigenlijk wat exceptioneel. Normaliter op een basisschool zou je bijvoorbeeld een kunstdocent in huis halen. Maar die staat dan wel buiten het curriculum. Nou, nu hebben we ervoor gekozen om dat op deze manier in te steken met mijn hulp. En met aan mijn zijde heel stevig de cultuurcoördinator. Dat is Martien van der Zand. Maar dat is dus wel een ander soort Om dat even concreet te maken. Dat betekent dus dat jij geeft niet direct les aan de kinderen. Jij helpt leerkrachten om plannen te maken en met dat maakonderwijs aan de gang te gaan. En je ondersteunt ze samen met die cultuurcoördinator. Ja. Terwijl een andere klas, een andere school zou je inderdaad zien donderdagmiddag groepjes gevormd en wordt er gewerkt aan een mozaïekproject of aan een monnikenproject. Met de kunstdocent en daar is dan veel al, of ik denk eigenlijk altijd, maar durf ik niet met zekerheid te zeggen, is de leerkracht er niet bij. Die heeft dan even een uurtje voor zich. Die gaat even nakijken of les voorbereiden. En wat is het voordeel om het op deze manier te doen, zoals op de Ellen Turing school? Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het in principe allereerst denk ik toch een geldkwestie was. Want het is een hele kleine school. En als je niet heel veel leerlingen hebt, dan heb je ook niet de capaciteit om een kunstdocent binnen te halen. Wat heel jammer is. En dat is natuurlijk ook steeds mijn vraag geweest. Hey, willen we niet eigenlijk een expert hier in school halen? Maar nu ik langzaam aan het werken ben met de docenten, merk ik dat er wel heel veel gebeurt wat zo waardevol is. Omdat de normale leerkracht vindt dus maakonderwijs van het hoogste belang. Het is onze pijler. En ze worden erin geschoold. Dus leerlingen zien, hey, dit is echt iets wat we serieus moeten nemen. Maar de maakleerkracht, ja, ik noem het nou zelfs een maakleerkracht, maar de gewone leerkracht kijkt ook op een andere manier naar kinderen en gaat op een hele andere manier werken met kinderen dan ze normaliter gewend zijn. Dus veelal is lesgeven wel klassikaal en ben je niet zozeer aan het werk met leerlingen. Nee. En als je leerkrachten, we hebben allerlei materiaal gemaakt waarin staat van, hey, als je nou gaat maken met die leerkrachten, hoe verander je dan je houding en wat doe je dan? Maar wat je nu ziet, is dat dat bij die leerkrachten echt indaalt en dat ze heel veel leerlingen ook op een andere manier bekijken. Dus de leerling die altijd in een hoek zit te etteren, dat is ineens de leerling, dat hoor je ook altijd van kunstdocenten, die het daar best doet. Maar ja, leuk als een kunstdocent dat ziet, maar die staat heel veel al buiten het curriculum. Maar nu zien dus de leerkracht, die de leerlingen de hele dag heeft, die ziet ineens, er zit van alles in de koker van die leerling. Ja, dus die krijgt een andere verhouding en dat is ontzettend van belang, want dat is de leerkracht die leerlingen het allermeest ziet. Ja. En ik vind dat er heel leuk aan. En dat is echt een voordeel van deze manier van organiseren. En wat ook wel interessant is, dat het wel uit een geldkwestie is geboren. Ja. Dus een echte urgentie. En eigenlijk daarmee een hele slimme oplossing. Je spreekt Eva later ook nog. Je kan het haar ook nog vragen. Want ik denk eerlijk gezegd dat zij toch ook dacht, zij kijkt heel erg, wat heb ik om me heen? En wat kan ik gebruiken? En hoe zet ik dat dan het beste in? Ja. Dus ze heeft mij gezien, ze heeft Martien gezien. Ze denkt, hey, die twee, die koppel ik. Ja. En er gaat iets gebeuren. En dan kijken we later wel wat het oplevert, denk ik. Dat zij zou denken. Maar ik weet niet, je moet het met haar overleggen. Maar wat nu gebeurt is dat, zo zie ik het, dat die leerkrachten, dus A, wordt het vak veel serieuzer genomen. Maar die leerkrachten, die geef je ook een cadeau. Want kijk, ik wil dat alle leerlingen maakleerlingen worden. Maar hoe doe je dat nou? Door leerkrachten maakleerkrachten te maken. Ja. En eigenlijk doe ik met die maakleerkrachten, doe ik gewoon wat die leerkrachten met die leerlingen doen. Precies, en ik zet ze heel dubbele laag. Weet je, ze krijgen, zij zijn de makers en ze maken dat maakonderwijs en ze maken samen met leerlingen. En dat geeft ze heel veel ook macht en voldoening en diezelfde flow. En bijvoorbeeld nu laatst hebben we een opdracht gemaakt
Nou, dat was ook voor monniken en ridders. En dat was met een leerkracht, Martin, die houdt heel erg van lezen. Dus hebben we de brief van de koning genomen, waar Thierry hele wegen afrijdt en van alles tegenkomt. En dan gaan leerlingen bijvoorbeeld, dus dat, dit is dan een concreet voorbeeld, solderen. Dus dan solderen ze een mega groot landschap. En die landschappen kunnen uiteindelijk ook aan elkaar gekoppeld worden. En hoe gaan zij als ridder en wat zijn ze voor ridder en wat beleven ze daar? Nou, zo bouwen ze. Maar Martin zegt dan, oh wauw, dit vind ik zo tof. Ik doe mee. En dat is wat je wil. Ja. Je wil eigenlijk dat de leerkracht niet zozeer leerkracht is, maar dat die gewoon samenwerkt met die kinderen in een project. Ja, want dat is het allerbest. En dan denkt hij dus ook, hey, dat lezen kan ik verbinden aan dit soldeerproject. Kan op die manier nog meer nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen voorlezen. Ja, ineens ziet hij de rijkdom en hij heeft ook zin om te maken, omdat je appelleert aan waar hij zelf mee bezig is. Dat is bijna iets heel diep, wat heel diep in ons mens zit om iets te willen maken, dat creëren. Dat is een soort bijna menselijke drijfveer. Ja. En bij kinderen is dat natuurlijk helemaal sterk. Kinderen, die willen dat. Die willen dat. En dat is ook de grap. Er zijn ook veel mensen bezig met hoe moet je dat nou bij leerlingen goed laten werken. Ik denk dat dat helemaal niet zo belangrijk is. Ik denk dat de docenten, die zijn de speel. Als zij enthousiast zijn, zijn die kinderen, weet je, die zijn al enthousiast. En die worden nog enthousiaster en die worden serieus genomen. En dan gaat dat proces heel makkelijk. In elk geval, zoals ik het nu zie op de basisschool, is dat zolang de leerkracht maar de overtuiging heeft dat wat hij aan het doen is echt belangrijk is. Dus daar zit wel een belangrijke sleutel. Als je dat maakonderwijs groter wil maken of je wil starten. Je kunt starten bij een kunstdocenten aantrekken of een stagiair is ook een manier. Maar jij zegt dat je kan ook natuurlijk die professional die voor de klas staat eigenlijk ondersteunen en equiperen om... Nou, wat ik nu zie is dat het de klasse heel veel helpt en dat het ook de docenten heel veel geeft. Want die zijn echt trots. Nou ja, dat is hetzelfde als een leerling in een maakproces. Die geef je ook een eigen positie, weet je. Jij met jouw ideeën maakt je maakwerk. En die docent met zijn eigen ideeën maakt het maakonderwijs en de maakwerkjes. Dus je geeft een zelfvertrouwen mee. En het is gewoon zo lekker voor hen ook om creatief te werken. Maar wat ik nu zie is dat we gaan kijken hoe het nu verder gaat. Maar als deze school groeit, wat volgens mij toch zeker gaat gebeuren, dan is hoe de leerkrachten hier nu werken. Dat is een hele vruchtbare bodem voor een kunstdocent om binnen te komen. Die zal echt denken van, wow, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En zoals we het nu zien, gaat die kunstdocent dan ook aan de zijde werken van de leerkrachten. Dus ze blijven samenwerken. Ja. En het zal niet dus zo zijn... Dus het perspectief van verbinding in de klas, de leerkracht centraal, blijft wel een uitgangspunt. Ja, en dan is het voor een kunstdocent nogmaals heerlijk om hier binnen te komen. Want dan word je ook veel serieuzer genomen op je ontwikkelcapaciteit. Ja. Want die kunstdocent die zal aangesproken worden op, hey, ik wil graag met dit materiaal werken. Ik heb deze onderwerpen. Dit is waar ik aan denk. Wat denk jij? En dan kan die kunstdocent zeggen, oh, nou, ik heb nog een tentoonstelling gezien waar we heen moeten. Want dat heeft daar naadloos mee te maken. En misschien kunnen we die of die kunstenaar uitnodigen. Dus die krijgt gewoon zijn expertise. Kan die veel beter gaan inzetten als ontwikkelaar ook. Fantastisch. Ja. Nou ja, en ik wil nog iets zeggen. Ik denk, we zijn nu hiermee bezig. Wat ik echt belangrijk vind is dat als je iets doet, moet je het goed doen. En met een bepaalde overtuiging. En we werken totaal vakoverstijgend. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat we uiteindelijk, ik ben heel benieuwd wat mensen daarvan vinden in de kunstwereld, maar dat wij bijvoorbeeld een bioloog binnenhalen of een natuurkundedocent en een lab opstarten. Ja. Het hangt heel erg ervan af welke kant alle leerkrachten nu ook opgaan. Ja, je zou kunnen zeggen, kunst gaat over het maken van een schilderij of een kunstwerk. Maar hiermee trek je hem nog wel iets groter. Je kan ook zeggen, het gaat over nieuwsgierig zijn, dingen met je handen maken. Dat kan dus ook een terrarium zijn, bij wijze van spreken, gekoppeld aan een project wat je in een periode hebt. Dat hoeft niet per se verf te zijn en batikken. Je kan best wel veel totaal breed trekken. En dat is voor die leerkrachten ook een eye-opener. Dat maakt ook dat ze dat maken veel leuker vinden. Ja. Want je kan ook koken inderdaad, of biologie. En dat doen we dus. We hangen dus bij elke leerkracht. Kijken van, hey, wat vind je leuk? En dan
kunnen we die iets heel anders aanhangen. Dus het is wel belangrijk om dus de verbinding te leggen met die leerkracht en waar zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid of expertise zit. De een zal heel goed zijn in, nou, wat je bijvoorbeeld zegt, koken of iets heel veel passie hebben in een bepaald land of nou, wat dan ook. Daar moet je wat mee doen, terwijl de ander zegt, nou, geef mij maar die techniek en dat solderen. Ja, als je zegt, nou, we gaan dus nu maakonderwijs maken. En eerlijk gezegd, ik kwam wel een beetje op die manier binnen, want ik ben dan heel ambitieus. Dus ik denk meteen, oh, we gaan plastic in stukken hakken en het zelf smelten en daar dingen mee maken en biohacken en I don't know. Helemaal los gewoon. Ja, maar dat heb ik wel een beetje losgelaten. Ik denk dat je eerst echt moet zoeken wat leeft er bij die docent. En dan kan je stapje voor stapje verder. En nu is het zo dat ze volgend jaar ook met z'n allen een cursus voor de lasercutter gaan doen. En die gaan aanschaffen. Maar ja, daar moet wel eerst iets voor groeien. Ja, ja. Ik ben hier eerder bij je op bezoek geweest. Dan hebben we ook die ruimte gezien waar onder andere ook wordt gewerkt. En niet alleen, maar die werkruimte hangen ook materialen, instrumenten. Toen zei je ook wel iets wat mij triggerde. Van je moet wel je gereedschap snappen. Dus je kan wel, creativiteit kan je wel aan gaan jagen door lekker gek te gaan doen. Maar je moet wel begrijpen hoe een soldeerbout werkt. Ja. Die kennis, en dat zei je net eigenlijk ook al. Start met een kennistraject en daarna ga je echt langzamerhand opschalen. Ja. Ja, maar dat was grappig, want jij zei inderdaad kennis, maar ik denk je hebt heel veel verschillende soorten kennis waar je mee staat. En per project kan het ook heel erg verschillen met wat voor kennis je bezig bent. Ja, je kan bij die monniken gaat het over misschien historie, hè, weten wanneer een bepaalde periode. Ja, maar vervolgens gaat het ook over technische kennis, want het gaat over solderen en het gaat over daarin leren. Maar per project ligt de nadruk misschien iets meer op het een of het ander. Oké. Maar dat onderzoeken, dus die hardcore kennis uit boeken en ervaring en op pad gaan, die hoort er ook in. Ja. En vervolgens heb je inderdaad die kennis over het maken. En zeker op een basisschool. Ik denk op de basisschool kunnen we zo helemaal outilleren, zodat je eigenlijk op de middelbare school gewoon met kinderen aan het maken kan slaan, omdat ze eigenlijk al die tools al kennen. Ja. En dat doen we. En dan kan een instructie soms sec ook over het gereedschap gaan. En vooral in groep 1 en 2 doen we dat vaak. Dat kan gaan over het snijden met, hoe noem je het? Zo'n afbreekmesje. Stilet, zo'n, weet je, dat zijn allemaal van dat soort basic technieken. En ja, die kinderen in groep 1 en 2, daar zie je ook dat ze heel vaak gewoon helemaal in zo'n techniek duiken. Dus dat het heel lekker is om dat af en toe met hun gewoon te doen. Ja. En daar hebben we overigens ook hulp van Astrid Poot. Zij is een hele stoere maker. En zij maakt, als wij zeggen, oh, we gaan nu met solduurbout werken. Of met dat mesje. Of met wat dan Stanley ook. Mesje. Een lijm. Dankjewel. Ja. Stanley mesje, maar even nog over dat Stanley mesje. Want je zegt het nu weer. En je zei, daarvoor moet ik heel even op inhaken. Je zei ook even snel zo'n groep 1-2. Ja. Dat is best jong om met een Stanley mesje te werken. Ja, dat vind ik heel leuk. Dus dat is, ik weet dat jij daar wel... hou ik van. Ja, daar hou ik van. En dat moet is een beetje wel gevaarlijk iets, zijn. Ik heb een aantal dingen wel echt doorgeduwd. En dat is ook dat iedereen me inderdaad aankijkt van... waar gaan we allemaal mee werken? Ja, gaan we dit echt doen? En dat is zo leuk. Daar heeft niemand nu meer kritische opmerkingen over. En we doen Stanley mesjes dan nog wel vrij ongevaarlijk. Maar je moet wel goed uitleggen hoe je het doet. Zeker, ja. Kan ook meer. Maar we hebben ook lijmpistolen en we hebben een boormachine en zagen. Ja. Dus we hebben echt van alles. En grappig genoeg, we zijn nu een tijdje bezig. Er is nog nooit een ouder geweest die zei van... hey, mijn kind heeft bladeren op zijn vingers. Nee. Stop er even mee. Dus... het is echt een nu is er een atmosfeer waarin iedereen, en dat wens je ook een docent toe. Ja, dat ze worden serieus genomen. Ja, maar je wil goed gereedschap hebben ook. En je kan wel steeds gaan kleuren en met klei aan de gang gaan. Maar als je een beetje spannendere dingen wil maken, dan wordt iets wel af en toe. Hè, ja, joh. En voor kinderen heb je echt van alles. Je hebt plastic boormachines en zo. Ja. Dat je echt denkt, maar dat is dus ook wel heel cool eraan dat jullie in dat maken ook wel... een beetje de spanning opzoeken van gereedschap. Het mag allemaal wel echt zijn en echt ergens over gaan. Je bent niet een beetje alsof aan timmeren. Je gaat gewoon timmeren en we leggen gewoon uit hoe je... en je slaat ze ook af en toe op je duim en dat hoort erbij. Je gaat niet de regels overtreden, maar je probeert wel het echt te doen. Ja. Ja, het zijn absoluut geen knutsels. En nu denk ik ook die stappen van naar een lasercutter en een 3D-printer... wat we dus niet in één keer allemaal hebben gedaan... nee.
dat wil je ook goed doen. Ja. Je wil niet dat een docent eigenlijk niet heel goed begrijpt wat er gebeurt. En dan printen we af en toe ergens in de bieb iets uit. Alles wat je doet moet je echt goed doen. Moet je goed doen. Ja, want het gaat natuurlijk ook over het leren van een nieuwe vaardigheid of bekwaamheid. Die zone van naast de ontwikkeling. Dat je ook een docent of leerkracht kunt begeleiden naar een goed resultaat als dat allemaal niet lukt. En je bent daarna, ja, je bent uit het lood geslagen, dan haal je geen succeservaring. Dus, dat is wel belangrijk. In die zin ben je ook die collega's wat aan het leren. Ja. De leerkrachten zelf, ja. Ja. En dat is precies wat ik zeg. Bij leerlingen is het dus een succeservaring als je zo'n gereedschap en techniek onder de knie hebt. Maar same voor de docenten. Weet je, als die docenten straks van alles mee naar huis kunnen nemen wat ze onder die laserkutter hebben gemaakt, ja, dat is toch te gek. Ja. Leuk. Ja. Ja, ik moet denken aan een project wat ik in het voorjaar heb gedaan bij op onze school waar onze kinderen zitten. Dat is een Montessori school. Daar hebben wij een heel klauterbos gemaakt met alle kinderen. En daar viel me ook op. Dat hebben we in één week gepland. Hebben we een jaar voorbereid. Dus een heel groot stuk van van de speeltuin. De steen eruit gehaald, afgegraven. En stokken in de grond gezet. En touwen, zodat je daar als daar echt kan klauteren. Een bos geplant. Maar ook gemetseld en nagedacht over de hoeveelheid cement wat je nodig hebt, hoeveel stenen. Ja, precies. En alle kinderen gingen dat uitrekenen. En wat me echt opviel in die week, meerdere dingen, maar dat hoeveel ouders mee wilden helpen. Dus dat je in één keer heel veel ouders hebt die dat wel leuk vinden. Niet een hele dag, maar die komen zo 2 uurtjes even meedoen. Dus ouders vinden het ook heel interessant. Leerkrachten vinden het echt heel leuk. Maar kinderen kunnen ook een hele langere tijd heel geconcentreerd meewerken. Ja, leerkrachten zijn er soms sceptisch over. Ja, en dan zegt van, die concentratieboog. Ja. Denk ik, ja, laten we het gewoon even lekker proberen met die concentratieboog. Het lukt meestal wel, hè? Ja, absoluut. En zou je, waar ik toen zat, ik was toen op een gegeven moment stenen aan tillen en toen was ik een beetje zo aan het fantaseren van, je zou eigenlijk nog wel verder kunnen gaan op een school. Je zou als school ook een gebouw kunnen bouwen met kinderen. Tuurlijk. Je zou heel veel, ik bedoel, de vraag is of het zou best kunnen. En vraag is of je het gebouw nodig hebt. Ja, maar je kan kinderen best wel groots uitdagen. Ja, op projecten. Zeker. En ze kunnen veel meer dan we eigenlijk denken. En ze vinden dat gereedschap leuk. Ze hebben er ideeën over. En je bent dan op een hele andere manier aan het leren eigenlijk dan de klassieke, even tussen aanhalingstekens, vorm van instructiegericht kijken. Ja, het is veel leuker voor de leerlingen. Want ik bedoel, dat, ja, je hebt ook kinderen. Zodra je ze serieus neemt en ze mogen meekoken en I don't know, de tafeldekken en zo. Kinderen vinden dat hartstikke leuk. Ja. Die moet je niet de hele tijd snotklusjes geven. Nee, je zegt wel iets, eigenlijk nog wel iets belangrijks wat je in het begin ook zei. Daar moest ik even over fronsen, maar dat is misschien nu toch wel dat punt van je moet kinderen als volwassenen behandelen. Ja. Je zei, maar nu zeg je moet ze serieus nemen. Het zijn natuurlijk geen volwassenen, maar je wil... In het perspectief van het maakonderwijs zeg ik volwassenen, omdat... Nee, ik snap wel dat je fronst, maar... dat komt ook door de context van het maakonderwijs, omdat wat je wil is dat ze met vragen en problematiek bezig zijn die in de echte wereld speelt, waar wij ons ook mee bezighouden. Ja. En zij kunnen daar net zo goed over meedenken. Ja, nou zeg ik toch wel weer iets, want al dan niet beter, want ze zijn nog zo fris, man. Ja. En maakonderwijs, de originele maker movement, daar is dat ook wel echt een kern van. Ja. Dat je problemen wil oplossen. En dat doen we ook. Eigenlijk vrijwel in alle opdrachten. Echte vraagstukken, echte problemen. Zodat zij merken, hey, we kouwen hier iets op iets waar mijn juf ook op koudt. Ja. Weet je? We doen het samen. Dat is een superbelangrijk punt. Ik zit in één keer te denken, ik kom op best wel wat scholen waar kinderen werken. Ook aan mooie handvaardigheidsprojecten. Maar het zijn allemaal een beetje... Ja, het klassieke schilderijtje. En dat zijn natuurlijk ook leuke dingen om te doen. Maar jij zegt, je moet starten bij echte vraagstukken. Ja, en dat daarom... Kijk, ik heb me ook afgevraagd, waarom heet het maakonderwijs? Dat was in het begin een dingetje waar we eigenlijk veel te lang over na hebben gedacht, denk ik. Ja, hier op school? Want het maakt of het uit hoe het heet. Nee, hier op school. Okay, ja. En want waarom noem je het niet kunstonderwijs? Want ik dacht, dit is toch gewoon kunstonderwijs? Maar voor mij nu denk ik, ja, dat maakonderwijs essentieel is dat probleem oplossen... En zelf de wereld willen kunnen veranderen. En ook je daar in je kracht gezet wordt. Ja, dat is een jeuk woord, maar het is wel. Ik snap wel wat je bedoelt, denk ik. In ieder geval dat kinderen zich daar slagvaardig voor voelen. En dat is toch daarom toch uiteindelijk die term maakonderwijs, omdat dat zo essentieel is. Ja, maar het gaat wel over je kracht worden. Ik bedoel, ik zit even te denken... Ja, maar het is zo lelijk, het is zo lelijk om te zeggen. Maar soms is het wel zo dat... Ik heb het hier wel gezien... Dat die als kinderen echt aan iets echts werken.
een ontwerp mogen maken, zelf dat mogen bedenken, zelf het instrument mogen bedienen, hulp krijgen, iets leren, ja, dan word je natuurlijk, dat is kicken, dat is gaaf. Mm-hmm. Dat, dan voel je dat je er bent. Ja. En dat is wel waar het over gaat, ja. In dat maken. Ja. Hey, en ik weet toevallig dat er best wel wat collega's ook luisteren naar deze podcast, die zich bezighouden met het maakonderwijs, en die misschien zich afvragen, hoe moet ik nou beginnen? Dus als je nou... Collega's op scholen? Ja, dus leerkrachten, basisschool, onderwijsmanagers, op de basisschool. Laten we ons daar nog even op richten. Ja, op de basisschool. Heb jij een soort, is er een soort stappenplan of is er een soort... Nou, ik wil niet zeggen 7 of 8 stappen, maar hoe kijk jij naar zo'n begin? En hoe krijg je zoiets aan? Als ja, wat ik denk wat hier heel goed is gegaan is... is er natuurlijk een organisatie die dit volledig omarmt. Dus de directie moet echt helder hebben, wat gaan we eigenlijk doen? En is maakonderwijs of kunstonderwijs, hoe je het wil noemen, daar een essentieel onderdeel van? Ja. En als ja, dan kijk je allereerst wat je in huis hebt. Bijvoorbeeld Martien is cultuurcoördinator. Ja. Maar inhoudelijk kon ze nog wel wat assistentie gebruiken. Want ze dacht, hoe moet ik die ambities omschrijven? Wat willen we eigenlijk? Nou, toen kwam ik per ongeluk ingevlogen. Ik ben eigenlijk een ouder. Ik denk dat het als school, dat dat toch heel tof is om te kijken, hoe kan ik organisch starten? Ja. En als er niet zo'n ouder is, dan ga je bijvoorbeeld, als er een cultuurcoördinator is, kijken, wat vind je een toffe kunstenaar? Kunnen we niet iets verzinnen om eerst projectgewijs met die kunstenaar bijvoorbeeld samen te werken? Of is er een tentoonstelling en een curator? Maar zeg je wel iets belangrijks? Er zijn eigenlijk twee dingen, of zeg meerdere dingen, maar twee dingen die ik even uit wil halen. Je moet eerst kijken van, wat is eigenlijk de visie of het uitgangspunt van onze school? Vinden we dit maken belangrijk? En plaatsen we dat op een of andere manier? Dat zal nooit heel radicaal zijn zoals op de NNTuring-school, maar wel dat je zegt, nou, we willen er wat mee. Mm-hmm. Tweede punt, zeg dan is het belangrijk om organisch te starten. Kijken waar liggen de verbindingen en de kansen. Ja, bedoel, stel je voor, er was hier, zij werkt hier nu nog meer, niet meer, maar er was hier een docent die ook aan de Rietveld Academie had gestudeerd. Er komt straks eentje binnenvliegen, die heeft in het Nederlandse Philharmonisch Orkest gespeeld. Dus dat bedoel ik. Kijk eerst eens even, misschien zit er wel een enorme kracht al. En Martien krijgt 1 dag in de week om hier ook aan te werken samen met mij. Maar je kan dan bijvoorbeeld zeggen, dat wordt de expert. En wat heeft die expert nodig om dat goed op te zetten? Meestal weet je zelf wel wat voor expertise je mist of wie, wat voor iemand je erbij zou willen hebben. Ja, oké, dus dan ben je dat zijn niet zozeer voorbereidingen, maar wel nadenken over de inrichting, over de stappen die je kunt zetten om te beginnen. Je moet eigenlijk snel beginnen, kijken wat heb ik al, welke verbinding kan ik leggen. Dat kan via een cultuurcoördinator zijn, kan via een leerkracht of een ouder zijn. En dan ben je eigenlijk al begonnen, gebaseerd op die visie. Ja, Martien en ik hebben bijvoorbeeld heel veel ontwikkeld voor de docenten. Hoe maak je een maakopdracht? Wat is je attitude in de klas? Hoe beoordeel je eigenlijk? We hebben zelfs beoordelingsformulieren. Ja. Maar daar zijn we best wel lang mee bezig geweest. Ja. En ik denk onze eigenlijke successen, die hebben we geboekt sinds we gewoon in de klas met die leerkrachten aan de gang zijn. Ja, want daar staat de Ellen Turing School ook wel bekend om die structuur. Hè? Dat veel, die kaarten, die kwaliteitskaarten, die ook in het boek worden omschreven van Eva, die zijn best wel verregaand uitgewerkt, zodat er een eenduidige vorm van begeleiding is op de kinderen en de collega's ook van elkaar weten hoe en wat er van je wordt verwacht als je in die klas komt. Dat hebben jullie dus ook met het maakonderwijs gedaan. Ik moet zeggen, ze helpen wel enorm, maar we waren eigenlijk al 1000 stappen te ver. Maar nu als een docent een maakproject doet en die knowledge van hoe doe ik dat eigenlijk, die is nu veel meer ingedaald. Ja. Dan hebben we bijvoorbeeld een kwaliteitskaart inderdaad en die heet de attitude van de maakleraar. En dan kan je gewoon, voordat je je maaklessen gaat geven, kan je gewoon nog even naar die kaart kijken van hoe moet ik me ook weer opstellen. En er staan hele praktische dingen op, zoals luisteren, weet je wel, probeer gewoon je mond dicht te houden. Ja, niet je eigen ideeën poneren. Niet voor de kinderen gaan maken. Weet je, dat zie je ook nog wel eens. Dat je denkt, oh, dan doe ik het even snel voor jou. Gewoon helemaal niks. Laat ze lekker struikelen, want dat is ook een kracht van maken. Dat je gewoon een keertje valt, in plaats van dat alles zo voorzichtig, de paden zo voorzichtig voor je voorbereid worden. Dus echt het gaat echt om de bekwaamheid om te begeleiden, maar niet om over te nemen. Dus als je die bekwaamheid van een leerling centraal stelt, moet hij ook zijn eigen leerproces eigenlijk hebben. Ja. En dat is wel. En ook, er staat ook op zo'n kaart, maak je de technieken eigen voordat je begint bijvoorbeeld. Dus je moet wel ook echt weten van waar ga ik mee bezig. Als we met die 3D-printer gaan werken, moet je wel weten hoe die opstart. Tuurlijk. Ja, nou ja,
Dus je moet ermee hebben moet er wel de baas over zijn. Hè? Je moet wel snappen hoe het werkt. Ja. Oké, leuk. Dus dan helpen dit soort. Dat zijn eigenlijk wel. Je zou als maker en je wil hiermee verder in je eigen school dit soort kaarten ook voor jezelf kunnen maken. Stel je voor, ik ga hiermee aan de gang. Hoe stel ik mezelf op? Ja, er zijn al heel veel mensen geweest die vragen mij, mag ik die kaarten? En ik vond dat eerst prima. Maar Eva die is daar niet zo'n fan van. Ik snap het nu wel beter. We hebben, zoals we het hier gemaakt hebben, is echt op deze school gemaakt. Ja, met de mensen lokale die hier werken. Ja. Ja, echt waar. En eigenlijk moet je de tijd en de ruimte nemen, net als in een maakproces. Als je het goed wil maken, je moet tijd, ruimte nemen om dat ook uit te bouwen. Ja, nou, ik denk ermee ook de uitnodiging die Eva ermee ook misschien doet. Maar ga zelf dit proces vormgeven en ga het niet kopiëren. Ja. Ik moet stiekem zeggen, je mag van mij er echt wel eens naar kijken als inspiratie. Maar, nou, in het boek staan ook wel wat dingen erover. Er staan ook concrete handvatten. Maar maak ik die kaarten? Het doet me wel heel sterk denken aan mijn tijd bij Kessels en Smit. Het adviesbureau waar ik werkte, waar al onze tools en methodes allemaal online stonden. En waarin Jozef Kessels weer een ander uitgangspunt hierop had. Die zei eigenlijk, uiteindelijk is het product het resultaat van een bekwaamheid en een proces. En dat kan je best overnemen, maar de bekwaamheid kan je niet overnemen. Dus stel je voor, je zou wel die kaart van ik zou als school nu aan de gang gaan. Ik ga met die kaarten werken. Dan wordt het pas wat als ik er natuurlijk over ga nadenken. Ja. Als ik het ga uitproberen. Ja, weet je wat grappig is? Want we zijn dus, en dat is grappig, dat blijkt hier ook uit. We zijn dus niet naadloos maakonderwijs. Want de maker movement is een deelmovement. Die deelt alles met iedereen. Ja. Bijvoorbeeld Astrid, die maakt alles voor ons. We mogen dat aan iedereen laten zien. Cool. We gebruiken dus het hoort daar eigenlijk bij. En ik vind dat ook heel sympathiek. Maar ik denk dat Eva, die heeft zoveel ervaring in onderwijsland. En je kan zeggen, die bekwaamheid moet je jezelf wel aanleren. Maar het gevaar, denk ik, in onderwijsland, ik kan er niet genoeg over zeggen, maar ik denk toch te voelen dat het heel vaak zo is dat je geen ruimte hebt, stress, er moet iets gebeuren, geef me die kaart. Ja. En dan doe ik die kaart. Ja. En dan, terwijl het start bij die bekwaamheid, dus het is dan een verkeerd signaal om die kaart te geven. Maar er speelt bij verandering in de organisatie natuurlijk ook een rol. Hè? Stel je voor, er gaat iets mis, klanten zijn ontevreden of een school krijgt een onvoldoende. Dan is er heel snel van, wat moeten we doen? Wat is het plan? Terwijl het gesprek en de bekwaamheid om te analyseren wat er eigenlijk aan de hand is en wat je zou willen in dat team of welke is eigenlijk een heel belangrijke vaardigheid. Wie heb ik hier eigenlijk zitten? Wat kunnen we allemaal? Ja. Ja. In plaats van, wat moeten we allemaal? En, doen we wat kaarten, want dan gaan we eraan werken. Zo werkt het gewoon niet. Hey, een andere vraag toch die waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Ik ben, voordat wij elkaar hebben gezien, hier in Amsterdam nog een keer op bezoek geweest bij het Textielmuseum. En toen sprak ik ook een aantal eigenaar, managers van bibliotheken. En ik merk dat die bibliotheken in Nederland, maar ook wel de musea in Nederland, ook sterk inzet op dat maken. Ja. Zie jij dat ook, dat die bibliotheken zo'n soort stap aan het zetten zijn? Er worden natuurlijk minder boeken gelezen als in papier. En die bibliotheken die zetten nu in op makerspaces. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. Ik denk wel, als je vanuit het onderwijs werkt met die makerspaces. Het is nu echt zo dat als je daar bent in zo'n bibliotheek, dan zijn begeleiders, die weten heel goed technisch wat er moet gebeuren. Maar inhoudelijk zullen ze niet dit soort complexe vraagstukken en plannen met je gaan behandelen. Daar heb ik de tijd natuurlijk niet voor. Nee, dus daar hebben die docenten wel echt voor nodig. Ja. Dus het is een soort, de bibliotheek is als het ware langzaam aan het, je zou kunnen zeggen, aan het verbouwen naar een maakplek. Ja. Waar je ook kennis kan halen, ook boeken kunt halen. Maar je hebt wel nog die relatie nodig met de leerkracht en met mensen zoals jij die daar weten hoe je zo'n proces Maar voor een school is het natuurlijk magic dat al die apparatuur en die technologie daar staat. Ja, zeker ja. En het is als school denk ik echt enorm waardevol om die relatie aan te gaan met een bibliotheek. Ja. Het is natuurlijk ook niet realistisch om zelf al dat soort apparatuur in huis te halen voor een basisschool in elk geval. Nee, je zou ook zeggen, dat is ook niet meer van deze tijd. Je hoeft het niet meer te hebben. Ja, sommige dingen misschien wel, maar je kan het ook lenen. Er is natuurlijk een hele grote leennetwerken, Peerby en zo, al dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk ook de bibliotheken. Wat zijn er nog meer voor plekken waar je als in de stad gebruik van kan maken? Bibliotheek, musea natuurlijk. Er zijn heel veel fablabs. Fablabs? Ja, musea kan je natuurlijk inspiratie halen. En ik moet zeggen, dit is dus voor het eerst dat ik op een basisschool werk. Maar
ik ben heel erg onder de indruk van hoe goed en intensief musea samen willen werken. We hebben nu een samenwerking met het Scheepvaartmuseum bijvoorbeeld. Oh, wat leuk. Dat is echt bijzonder. Dat is deze zaterdag hebben onze leerlingen daar een tentoonstelling gemaakt over wereldbollen en wereldkaarten en hoe die ook er anders uit kunnen zien. Wat een normale wereldkaart is, maar ook andersoortige wereldkaarten. En ze hebben allerlei dingen gemaakt, maar die staan nu in de collectie. En op zaterdag leiden dan leerlingen rond. Dat is natuurlijk superleuk. Dat is te gek. Maar ik vind sowieso in Nederland dat wij echt wel hele gave musea hebben. Als je daar naartoe gaat, sowieso met kinderen, is er musea vaak heel toegankelijk. Hè? Als je jonge kinderen hebt, is het is altijd wel een plek waar je luis kan verschonen. Het is heel goed ingericht op kinderen. Ja. Maar ook de activiteiten, wat ze aanbieden voor de kinderen zelf. Hè? Om op ontdekking te gaan met begeleiding in Amsterdam. In Den Haag is daar ook bijvoorbeeld heel bekend. Op heel hoog niveau. Het is echt een hoog niveau, natuurlijk ja. wel zo. Daar hebben we het ook een keer over gehad. Dat we nu dus midden in Amsterdam zitten. En dat het Scheepvaartmuseum is om de hoek. Mediamatic werken we veel lopen. Meer. Hortus. Ja. Dat is natuurlijk waanzinnig. Dus dan moeten we nog even hebben over wat nou als je dus gewoon in de Achterhoek bij zo'n spreken een school hebt. Wat dan? Ja, dan ga je naar de fietsenmaker. Dan ga je naar de Oké, wacht even. Die parkeer ik nog heel even. Ik wil nog even weten wat die Fab Lab. Ja. Dat moest ik even. Wat, de Fab Lab, wat is dat? Ja, is eigenlijk ook een makerspace net als in de bibliotheek. En met wat. Een uitgebreider assortiment aan apparatuur. Maar daar kan je ook, weet je, dat maken is heel erg delen en gebruiken. En daar kan je ook als kunstenaar, maar ook met leerlingen en ook als docent om te leren, kan je daar je kennis en je technische een soort studio kan je uitbreiden. Oké, dus we zullen op de website nog even een link plaatsen naar meer informatie over die Fab Labs. Ja. En jij zei toen, daarvoor zei, nou, als je dus stel je voor, je zit in een dorpje of je hebt niet direct zo'n groot museum als Scheepvaartmuseum. Voorradig, als het ware. Ga naar een fietsenmaker. Ja, ik denk dus wel dat het goed is om echt die verbinding met buiten te leggen. Dus hey, we zijn bezig met vraagstukken uit de wereld. We gaan ook die wereld in. Waar zijn ze aan het bouwen als er echt niet iets is? Weet je, een fietsenmaker is ook machtig interessant om een keer met z'n allen een fiets in elkaar te zetten. En misschien kan je dan, als je kunstdocent in huis hebt, kan je denken, maar we willen een ander soort fiets die misschien beter bestend is tegen de hitte die straks komt. Of I don't know, je kan er allerlei vragen bij stellen. En dan ga je gewoon klussen. Ja, precies. Je moet het gewoon simpel maken, dichtbij houden. Ja. Kijken naar wat voorradig is en dan. Maar ook toch wel, want jij bedenkt zo even heel simpel zo'n fietsvoorbeeld. Dat is toch wel heel knap om het te bedenken. Niet iedereen zal het kunnen bedenken. Dat is de dus daar heb je soms een beetje duwtjes bij nodig. De missing link nu nog, wat de docenten. Eigenlijk alles gaat fantastisch, maar wat docenten wel vaak zeggen, dan zijn ze even stil, dan zeiden ze, dat had ik zelf toch niet bedacht. Nee. Maar ik denk door zo aan hun zijde te opereren en steeds maar zo te denken en het steeds uit te spreken, dat ik ze wel op die manier meeneem. Ja. Ja, en we zullen zien hoe dat verder moet en of er dan een vaste docent moet worden ingevlogen, maar in ieder geval heeft het nu waarde om het op deze manier te doen. En misschien ook wel een professionaliseringsvraag voor leerkrachten. Dat je dit soort plekken meer kan zien, hè, op internet. Of dat er conferenties of studiedagen zijn. Er zijn natuurlijk ontzettend veel koplopers. Ik moet bijvoorbeeld denken, ik was een tijdje geleden bij de Bloeiende Perelaar. Dat zit in de Zuidoost-Beemster. Sorry dat ik moet lachen. Dat is toch de beste schoolnaam die er is? De Bloeiende Perelaar. En daar was een leerkracht van groep 8. En ik kwam daar binnen en die hadden een hele lokaal hing vol met Mondriaan tekeningen en borden. En dat was echt wel heel in kleurtjes. En die heeft dus die zaagt dus eigenlijk Mondriaan tekeningen na met kinderen. Eerst op papier en dan gaat ze de hoogte bepalen. En dan in een soort heel proces bouwt ze dat. Het zijn echt kleine kunstwerkjes. En daar heeft ze dus ook een heel proces en procedure voor ontwikkeld. Hoe je dat eigenlijk heel simpel, hoe je dat als het ware als leerkracht zelf kan maken. Ja. En toen dacht ik, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als iemand in Limburg. Ja, maar ook dit wordt wel gedaan. En zeker bij het maakonderwijs, alle voorbeelden, lesvoorbeelden die ze hebben. Is heel veel. Digibit, sorry. Je bent helemaal geen digibit. Nee, ik mix ze gewoon. Maar allerlei lesvoorbeelden. Er is wel veel, hè, om te zoeken. Ja. En dan kan je op makereducation.nl. Ik zal nog wel die website. Ja, we gaan die links. Maar het blijft spannend. Staat van alles. Dus dat gaan we delen. En daar gaan zeker mensen mee experimenteren. Maar je ziet toch wel vaak dat en veel organisaties trappen ook in die valkuil.
kennis op papier zetten of op een website zetten is niet hetzelfde als aan de gang gaan. Dat is namelijk wat ik meteen voel. En hoe we het hier nu gemaakt hebben, is ook alle opdrachten sluiten aan op de thema's. Ja. En die docenten, die zijn ook echt eigenaar van die thema's. Hè? Weet je, ja. Die studeren daarvoor, die zitten er diep in. En die thema's komen in cycli terug. Dus het is ook zo, we hebben nu van alles zelf gemaakt, maar het is ook zo dat straks kom je weer bij eenzelfde thema terug. En dan kan je ook weer teruggrijpen op maakopdrachten die we hebben gemaakt. Ja. Kan je weer aanpassen. Ja. Maar op die manier maken we het de leerkrachten ook makkelijker. Dus je moet het is ook goed om door te bouwen wat je al hebt. Dus je kan ook wel recyclen in zekere zin. Want dan wordt het natuurlijk efficiënt. En dan kan je het in je tijdsbesteding slimmer. Ja, je kan ook niet verwachten van leerkrachten dat ze elke keer opnieuw opdrachten gaan maken. Nee. Maar je kan ze wel de manier van maken en de overtuiging bijbrengen. En dan, als ze met die opdrachten bezig zijn, kunnen ze dus kleine aanpassingen doen. Of denken ze, maar ik had toch laatst die kunstenaar gezien. Of, wacht eens even, maar ik heb een boom gezien en die heeft een bepaald soort kenmerken. Dat wil ik erin meenemen. Ik laat daar plaatjes van zien. Dus ze kunnen het zich dan eigen gaan maken. Ja. Maar je kan ze niet vragen om het elke keer vanaf nul te doen. En, daar wil ik nog op terugkomen, dat ene dingetje wat ik dus wel een beetje moeilijk vind van hoe gaat dat nou als ik weg ben, is ook bijvoorbeeld goede hedendaagse kunst erbij halen. Je kan ook niet vragen van de docenten dat ze wekelijks tentoonstellingen gaan bezoeken en dergelijke. En er is bijvoorbeeld een database, die zal ik je ook nog doorgeven, die voor voortgezet onderwijs, de Art Science Database, maar ik zal het precieze adres nog even doorgeven. Die voor voortgezet onderwijs heel goed is. Juist op vakoverstijgende onderwerpen. En dan kan je ook thema's zoeken en kijken. Ik heb nu een dergelijk thema. En wat zou ik erbij kunnen doen? En welke kunstenaar? Maar voor een basisschool is die nog wat vergezocht soms. Ja. Wat wel echt wel aan het denken zet over hoe jij zo kijkt naar dat maken en dat kunst en creativiteit, is dat het een totaal andere benadering is dan bijvoorbeeld het beetje populaire politieke statement: iedereen moet naar de nachtwacht, hè? Ja. Dat je denkt, lekker, hoe gaan we dat regelen? Ik zit toevallig in de oude raad als penningmeester. Een busreis is €600. Ja. Waarom de nachtwacht? Jij zegt eigenlijk, je kan echt toch wel veel breder en anders kijken naar kunst, naar creativiteit, naar dingen maken. Nou, sterker nog, wat ik nu ga zeggen, ik weet niet of ik daar later nog een keer op terugkom, van jemig, wat zei ik nou? Maar ik denk toch wel te kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld de nachtwacht heel goed op je digibord hebt en je hebt iemand daarbij die daar echt een goed gesprek over aangaat met lekkere filosofische vragen en heel veel eigen inbreng van de kinderen, dat toch waardevoller is dan voor de nachtwacht staan in het Rijksmuseum en niet zo goed weten wat je moet doen. Nee, ja, dat is toch wel het punt, hè? Dus je moet het ook kleiner maken en ook soms het de school inhalen. Ja. Ja. Daar kunnen we al heel veel mee doen. Leuk om met je over te praten. Over het maken onderwijs. Hartstikke leuk om met je te praten. Het geeft wel, we gaan zo nog even in het lokaal kijken. Misschien maken we nog wat foto's van het gereedschap. Want dat is toch wel grappig, dat gereedschap en die instructies, hoe je daarnaar kijkt. Voor mij hebben we wel een duidelijk beeld met het maken onderwijs. We hebben het wel zo aan de ene kant verkend van, wat is het nou eigenlijk? Hè? Hoe kan je het groter krijgen? Wat zijn de aangrijpingspunten? Hoe kan je het oppakken als leerkracht, als professional? Welke achterliggende filosofie zit erachter? Heb je nog overwegingen of gedachten die je nog wilt delen? Nee, volgens mij zijn we er wel. Nee, we zijn leuk. En ik heb een beetje zo geëxperimenteerd met die camera. Dat heb ik je hebben luisteraars of kijkers misschien bij de eerdere opname met Simon ook gezien. Zit je eraan te friemelen? Ja, ik probeer soms in te zoomen. Maar het is maar natuurlijk één positie. En in de studio waar we de vorige keer waren, heb je natuurlijk drie posities. Maar goed, voor nu is het volgens mij wel in ieder geval HD-kwaliteit. Dankjewel. Leuk om met je over van gedachten te wisselen. Ik zal de website, links en artikelen die we net noemden ook even op de speakernote zetten. Kunnen de kijkers en luisteraars dat nog terugkijken. Kijk dan of ga zeker even naar chipcast.nl. Daar vind je eigenlijk de laatste opnames en ook de speakernotes over het maakonderwijs. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer.